En dan nu? Hallo kijkers. Wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven, heb ik van huis uitgeleerd. Daarom heb ik ook geen lening lopen bij een bank. 2 weken geleden las ik in de krant dat de gemeente Nijmegen een stresstest laat doen. Ik citeer. De stresstest, feitelijk een risicoanalyse van de gemeentelijke financiën, wordt uitgevoerd door Deloitte. We zien het als een extra check, zegt wethouder Bertie Jenen. In de stresstest worden de lokale lasten, de schuldpositie, de reserves en het weerstandsvermogen van de gemeente Nijmegen afgezet tegen de gegevens van gemeenten van vergelijkbare grootte. Nou, hoe werkt zo'n stresstest? Je kijkt wat je op je bankrekening hebt staan. Je kijkt wat er in je beurs zit. Je kijkt wat er in je broekzak zit. Je kijkt eventueel in je spaarpot wat je daar nog in hebt zitten. En dat tel je bij elkaar op. Daar haal je het bedrag vanaf wat je nog aan openstaande rekeningen hebt. Je bekijkt vervolgens wat je nog aan inkomsten gaat verwachten de komende tijd. En dan weet je waar je aan toe bent, zou ik zo zeggen. Nou, daar heeft een duur bureau dan 6 weken voor nodig. En dat heet dan kleine stresstest. Wat kost dat eigenlijk, zo'n kleine stresstest, vraag ik me dan af. Als ik mijn bonnetjes binnen 30 dagen niet verantwoord bij de Belastingdienst, krijg ik een boete. Over 2 jaar weten we pas wat de gemeente Nijmegen in 2011 heeft uitgegeven. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.